ik hem. Omdat ik zo klein ben, ook nou weer bovenop staan. Dan kan ik eens een keer op jullie neerkijken. Dat doen jullie anders altijd op mij. Hier geldt hetzelfde verhaal. We hebben hier niks anders onder zitten. Dezelfde soort maaibalken. Snelsluiting op de messen, schijvenmaaiers. Aandrijving vanaf achteren, in het midden bij de zijmaaiers. De frontmaaier is exact hetzelfde als de frontmaaier die aan een triple maai combinatie aan een trekker komt hangen. Dus dat is de maaier van de Big M. Met kneuzer, stalen klepels. Dus niet omdat hier anders mag zijn, hier staal en in andere kunststof. Nee, alles is exact hetzelfde. Traanplaatinstelling. Hoe drijven wij dat circus aan? Hier ligt een Mercedes motor in, 360 pk. In de lengte richting onderin. Er gaat één rechte as naar voren. En er gaan twee poelies met powerbanden naar de linkse en de rechtse maaier. Dus dat betekent zo min mogelijk verlies. Hij is compleet traploos, hydrostatisch aangedreven. Hij heeft een geveerde vooras. Die veren waar ik het net over had, daar zitten die veren. Er zit voor een slordige vier stuks veren aan iedere kant op. Daarmee stellen we dus de maaihoogte in. En om dat bij een Big M heel makkelijk te maken, kunnen we bij de moderne types die veren hydraulisch instellen. Dus niks een of andere stikstofbol op die cilinder, nee, met veren stellen wij die ontlasting in. Deze heeft mechanische maaihoogteverstelling, dus jij kunt gewoon, daar zit een klein topstangetje, daar kun jij de maaier mee voorover en achterover zetten. Bij de nieuwe types is de optie hydraulische maaihoogteverstelling. Hoe kunnen we dat dan doen? Dan zit er een hoekmeter op, dan is daar een hydraulische cilinder, kan hij gewoon vanuit de cabine zeggen, hij moet 3 graden voorover of 6 graden voorover, onder het rijden. Heel veel grasdroge rijen gebruiken dat. Als dan bijvoorbeeld Luzerne naar voren toe gekiept is, dan zetten ze hem 6 graden voorover als ze met het gevallen meemaaien. En als ze terugkomen, kunnen ze op een toets drukken, staat hij 3 graden voorover. Ja, natuurlijk verklaart iedereen ons voor gek. Die zeggen, ja, wat gaan die mannen doen? Waarom moet hij zelf rijden? Dan kan ik net zo goed met een trekker. Ik geef even een... Ik geef even een kleine anekdote. 'S morgens belt een boer die wil 10 hectare maaien. Of voor mij paar 20. Die knecht die gaat naar de schuur toe, die ziet daar zijn fort staan en er hangt een 3-as erachter. Inwendig denkt hij, shit, dat moet ik er weer afhalen. Dus hij begint aan de klus en hij denkt, nou, laat ik eerst maar eens koffie gaan halen, want dat duurt te lang. Ondertussen is die Big M al vertrokken, heeft de eerste 5 hectare al gemaaid. Dan heeft hij onderhand zijn topstangen gevonden en weet ik wat allemaal, en een uur naar de rand heeft hij die trippelmaaier eraan hangen. Dan komt hij in het veld, dan staat hij tot de conclusie dat hij verkeerd staat, dus hij weer aan zijn topstangen sleutelt en 2 uur naar de rand is hij aan het maaien. Wij hebben inmiddels die 20 hectare af. Klaar. Dan, tot overmaat van ramp, brengt hij zijn circus naar huis. Hij haalt hem er weer af. Hij bijna de 3 assen eraan, belt de volgende boer of dat hij even 4 hectare wil komen maaien. Nou, in Brabant doen ze dan bepaalde woorden gebruiken. Ik weet niet of dat ze dat hier ook doen. Die gebruikt hij in ieder geval ook. Terwijl, als hij een Big M had gehad, dan stapt hij fluitend op zijn Big M, gesmeerd en getankt. En hij rijdt doodleuk om die 4 hectare af te maaien. Denk niet dat het niet zo is. Alle klanten die van ons een ding rijden, is dat een belangrijk argument. Wat is het tweede argument? Ook heel belangrijk. Als ik mijn frontachtermaaier maai een hele dag en ik rij 's morgens weg, kom 's avonds thuis, ik tel het aantal hectares, heb ik 4 hectare per uur gedaan. Een trippelmaaier die doet tussen de 6 en de 6,5 hectare per uur. Heel de dag doorgemeten. Een Big M doet minimaal tussen de 9 en de 10 hectare per uur. Hoe komt dat? Waarom kan hij dat? Hij is wendbaarder, hij is sneller, hij heeft meer pk's en hij heeft een grotere werkbreedte. Om mijn gelijk te bewijzen, al degenen die gezegd hebben dat we gek zijn, daar zijn we blij mee, want dan maken ze ons misschien lekker niet na. Wij bouwen ieder jaar 200 van die dingen. Die zetten we echt niet allemaal bij ons achter de schuur. In Nederland lopen er inmiddels ruim 70. Ieder jaar, afgelopen seizoen ook weer, zijn er 10 bijgekomen. En we hebben nog niet één klant die af een Big M gestapt is. Ja, eentje, dat was een Fries. Juist, Dolf. Ook die is na vele omzwervingen bij een lichtgroene met 5 maaiers en bij een paar groene trekkers met rode maaiers, is hij dit jaar weer terug bij een Big M. En dat is het beste bewijs. Het beste bewijs is dat klanten bij jou blijven, dat dit een goede keuze is.
Natuurlijk moet ik 1000 hectare hebben om te maaien, anders is het ding hier een dal. Klaar, simpel. Deze is van Van Diepen. Van Diepen heeft ook de overstap gemaakt. En volgens mij zijn ze nog steeds gelukkig. Ja, hij is nog steeds gelukkig. Hij heeft hem net voor betaald dat hij dat moet doen. Hè? Als je nou terugkomt, natuurlijk aan die kant. Even plek maken, want hij maakt gewoon onder water.